ik ga vandaag voor jullie vanille-ijs maken. Wat je nodig hebt is een ijsmaker, een mixer, vanillesuiker, eidooiers, barstensuiker, volle melk en slagroom. We gaan nu de eierdooiers met het suiker luchtig kloppen. En als je wil weten wanneer het luchtig geklopt is, dan zie je dat het wit is. Want het is eerst heel erg geel en daarna wordt het wit. Dan gaan we heel even ervoor pakken. En dan doen we de suiker in deze kom. Gelijk gewoon alles hebben. En de eidooiers, die doe je er ook gelijk allemaal bij. Zo. En dan gaan we dat kloppen. En de vanillesuiker, die moet er nog bij. Misschien wel even vergeten. Die moet erbij. In plaats van de vork gebruik je een mixer. Dus dan gaan we die op standje 1, 2 of 3 doen. Op, die gaan we op standje 1 doen. En dan gaan we mixen. Het is nu heel erg geel. Dus je ziet zo meteen dat het echt helemaal wit is. En dan is het mooi wit geklopt. En dan gaan we de volgende stap doen. De volgende stap, hij is nu goed wit. Dus de volgende stap is de melk. Alle melk, die gieten we hier voorzichtig in. Zodat het niet gaat klodderen ofzo. Nou ja, gaat spatten. Doet het toch? En doen we op standje 1. Gaan we het rustig mixen. We hebben net de ei, melk en suiker. Die hebben we geklopt. Dus nu gaan we de slagroom kloppen. In deze leren emmerpot ding. Doen we het erin. En doen we lekker snel de hoogste stand. Dan gaan we dit mixen. We hebben met de mixer de slagroom bijna stijf geklopt. Dus we gaan dit bij de rest van het mengsel doen. En doen we met deze lepel. Doe dit zo. Dan krijg je ze wat er niet uit. Dus met de lepels is altijd wel even handig. Oeh, ik mors. We gaan nu het rustig kloppen op standje 1. We zijn klaar met het mengsel. Dus eigenlijk is het mengsel nu gewoon klaar en doen we het in de koelkast. Als we het in de koelkast hebben gedaan, dan kunnen we de ijsmachine klaar gaan maken. Kan niet daar? Ja, als je komt. Ja. Dan dat vrieskoude ding uit te halen. Oh, dat is koud. Zo. En dan leg ik hem wel even in de ijsmachine. Dan maak ik hem open. Je legt hem heel even neer. Dit witte ding gaat zo meteen op dat grijs ding. Dit scherpe gedeelte schraapt over het ijs, waardoor het tegelijkertijd ook met het mengsel erin natuurlijk, waardoor het ijs, daardoor wordt het dus ijs en blijft het lekker romig en smeuig. Dus ik ga dit omhalen. Zo. En dan dit kleine ding. Zo neer. En dan zitten deze volgens mij op. En dan doen we op deze. Ik ga heel even uitleggen waar deze twee knopjes voor zijn. Dit knopje
dit paars knopje. Er is ook nog een ander paars knopje. Maar dit paars knopje is voor soft ijs. Staat hier ook een beetje. En voor deze is natuurlijk voor bolletjes ijs. En wij gaan vanille bolletjes ijs maken. Dus ik ga nu even naar de koelkast. Het spul halen. Mengsel. En dan zetten we die heel even hier neer. Zo. En dan zetten we hem eerst even aan. Het gaat hier vast draaien. Je moet hem eerst aanzetten en dan pas doe je het erin. Kijk of ik het wel goed doe. Ik ben bang, mama, doe jij het hele bijzondere wijze. Is dit spul daar gekomen? Weet echt helemaal niet, joh. Maar dan ga je heel even met je vinger, ga erin, om even te proeven. Dus hij staat nu aan. En 45 minuten lang staat hij aan. En dan over 45 minuten is hij klaar. En dan komen wij morgen de school ijs.